Van je kop koffie genieten zoals dat nergens anders kan in Nederland. Dat kan bij Capriole Café aan de Fokkerkade. Het gloednieuwe restaurant is namelijk genomineerd voor Best Koffieconcept van Nederland. Capriole Café is een nieuw restaurant en koffiebranderij in de Binkhorst in Den Haag. We zijn in augustus zijn we open gegaan en we zijn 7 dagen in de week open voor ontbijt, lunch en diner. En midden in het restaurant hebben we onze koffiebranderij. We branden hier zelf onze fairtrade en biologische koffie. En wat ons concept eigenlijk uniek maakt, is dat we heel vaak zie je dat koffiezaken overdag alleen open zijn, ontbijt en lunch serveren. Wij zijn ook 's avonds open. We zijn 's avonds een heel sfeervol restaurant met een hele uitgebreide kaart. Mooie gerechten op de kaart en je kan bij ons de hele dag door terecht. En betekent dus bijvoorbeeld 's avonds kan het zijn dat je in het restaurant aan het eten bent en dat we ondertussen ook koffie aan het branden zijn. En dat kun je allemaal zien, kun je beleven. We geven koffieworkshops, je kunt trainingen bij ons volgen. Als je wat wil weten over koffie, we hebben een heel team van barista's wat dingen uit kan leggen. Maar ook onze koffiebrander kan daar veel over vertellen. Ook bezoekers merken dat het concept Capriole echt uniek is. Het is vers gebrande koffie en ik heb nu 2 keer koffie hier gedronken en beide keren was het super. 1 keer filter. Dat is toch ook alweer een nieuwe methodiek om koffie te drinken en vandaag espresso. Heerlijk. Ik weet dat ze genomineerd zijn, dus ik heb net ook letterlijk aan de barista gevraagd of ik 2 espresso's kon krijgen van de 2 blends. En zonder in de menukaart te kijken, haalde ik precies die smaak en die tonen eruit zeg maar, die hij moet hebben. Dus echt briljant. Wat maakt dat dan zo uniek van alle andere koffietenten? Nou, dat je er heel makkelijk naast kan zitten. Er zijn 200 variabelen binnen een espresso. Dus als je die allemaal goed hebt, dan zit je precies zoals die moet zijn. Ja, Starbucks is een van de genomineerden ook voor de prijs. Zij hebben op Schiphol hebben zij een bijzondere locatie geopend. Ik heb hem zelf nog niet gezien, want je moet ervoor op reis gaan naar het buitenland. En dan kun je hem pas bezoeken. Dus ik ken het concept verder niet zo goed, wat ze daar doen. We zijn natuurlijk een heel ander bedrijf dan Starbucks. We zijn klein, we zijn lokaal. En ik denk dat wij een heel mooi koffieverhaal hebben, wat zeker... de mensen heel goed aanspreekt. Aanstaande maandag wordt bekend of je in Den Haag inderdaad het meest kunt genieten van je kopje koffie.